We hebben nieuwe lange truien binnen. En dit is een hele fijne mix van viscose met modaal. Hier zit een omslagje aan de mouw. En dan zie je dat het een beetje een fijne patentsteek is, zeg maar. In een hele mooie roestbruine kleur. Een V-halsje zit erin. In het midden zie je een, moet ik weer even dichterbij komen. Zo'n ingebreide streep zitten. En dan die patentsteek, die loopt schuin naar het midden. Dit is typisch een trui die bij iedereen mooi zit. Vanaf maat 36-8, ik heb 38. Vanaf maat 36-38 tot en met 44. Want we hebben ze vaker in de collectie gehad. En we zijn blij dat ze nu weer binnen zijn. Juist omdat het zo'n fijn modelletje is. Ik kan hem niet als jurkje aan. Maar als je, ik ben 1,72 meter. Maar het kan goed zijn als je 1,62 meter bent. Dat dat ook nog heel leuk is met een panty. Dus bij mij is dat net te kort. Maar dan zou het bij jou misschien wel kunnen. Ze zijn 49,95. Ik heb er een tregging onder. Die zijn nieuw binnen. Daar zitten zakken in. En hier zitten van die paspelzakjes. Maar dat zijn nepzakjes. Die hebben we in maat ML. En wat was het, Fleur? XL, XXL of LXL? Ze liggen hier op tafel. Twee maten volgens mij. ML en LXL en XL, XXL. Oké. Okay. Normaal gesproken zou dat zijn van 38 tot 44. Maar ik heb de ML aan. En ik moet zeggen, die zit echt... Ja, hij zit goed. Hij zit ook heel fijn en het corrigeert natuurlijk meteen. Maar hij zit wel echt strak. Ik vraag me af of dit met maat 40 nog fijn zit. Ik denk dat je dan met maat 40 beter de LXL kunt pakken. En de XL, XXL tot maximaal maat 42. Dus daar moet je even op letten. Ik vind ze dat, voor een 40 zou ik dit al niet doen, die ML. Dan zou het eerder een 36, 38 zijn. Maar echt wel een fijn hoog model met zo'n brede elastiek hier. Mooie zakken erin. En dat spul dat draagt gewoon lekker. Dat is ook stevig. En ja, ik vind het iedere keer corrigerend. Dus dan zie je er net wat strakker en misschien wel slanker uit. Qua lengte komt hij bij mij tot net boven mijn enkels. Dit is een lengtemaat, ja, ik denk een 32 ongeveer. 30, 32. Ja, 32 wel. Of ja, 32. Dat komt... Nee, 32. Dan moet ik even denken. 32 zit volgens mij... Ik denk een 30. Maar meestal draag ik er een laarsje overheen. Hè? Dus als je bij jou dan ook net wel aan de korte kant is. Ik doe altijd mijn laarzen. Die trekking is 29,95. Dan hebben we nog een hele mooie sjaal. En nou, dat is leuk om gewoon als een sjaal te dragen natuurlijk. Maar wat ik ook altijd fijn vind. In plaats van dat je even met een jas naar buiten gaat. Dat je zegt van nou, ik doe die sjaal even als een soort van omslagdoek om. Dan heb je even een klein beetje dat poncho idee. Zie je dat? Ik ga hem even netjes doen. Hop. Ja, zo zit hij goed. En dat vind ik dan ook lekker, maar deze ook nog lekker op de bank. Want ik gebruik zo'n sjaals ook altijd als een pleedsjaal. Dan leg ik hem nog even over mijn benen als ik het s'avonds wat kouder heb. Dit is dus een sjaal voor buiten. En deze kan voor binnen en buiten. Dit is een viscose sjaaltje, een hele zachte. Ook hele mooie kleuren. Nou, die zijn weer opnieuw binnen, want dat is toch wel een favoriet sjaaltje bij heel veel mensen. En dat komt omdat dat ook bij heel veel dingen past. He, zwart, beige en camel. Toch wel de goede kleuren voor het najaar. Die zijn ook 19,95. Die zijn ook 19,95. En je kan het allemaal bestellen op onze website baboe.nl.